Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Kringloopkwartier. Vandaag ben ik met... Alwin. In Kringloopkwartier ga ik elke aflevering met een andere gast naar een kringloopwinkel toe. Om in een kwartiertijd een outfit voor de ander uit te zoeken en de ander voor mij. Voordat we beginnen, ik zag dat heel veel mensen naar Kringloopkwartier kijken die niet geabonneerd zijn. Dus abonneer je even hieronder. Dan blijf je goed op de hoogte van alle nieuwe Kringloopkwartieren en nog andere video's. Maar vandaag is heel speciaal, want we hebben de eerste mannelijke gast. Zeker. Heb je er een beetje zin in? Ja, daarom had ik roze aangedaan. Omdat ik de eerste we matchen een goed. Beetje rustig overslijden naar mannelijk, weet je wel. Zeker. Ja, precies. Nou, zullen we naar binnen gaan? Is goed. Oké. Voor we gaan beginnen met de challenge, zijn we natuurlijk benieuwd wat de kledingstijl van Alwin is. Ik denk dat mijn kledingstijl een beetje uit te drukken is in vrolijk. Met prints wel vaak, want net zoals mijn schoenen hier hebben ook prints. Alleen ben ik de laatste tijd een beetje aan het switchen naar wat meer casual, wat meer basic. Ingewikkeld. Dus het kan bij mij eigenlijk allebei de kanten op gaan. Want ik vind het leuk dat mensen zoiets hebben van, waarom ziet er ineens zo netjes uit? En dan de volgende keer zie ik er echt ineens weer heel anders uit. Oké. En qua broeken? Ja, qua broeken moet het gewoon lekker zitten. Dus het moet niet te strak zijn bijvoorbeeld. Oh ja, en je houdt ook echt van geel, toch? Dat is toch je favoriete kleur? Ja, maar wel mooi geel. Dus niet van het okergeel. Echt geel. Ik vind okergeel super mooi. Ja, vind ik wel mooi. Nou, we gaan het zien. We gaan naar boven toe. Voor we beginnen met de challenge, we hebben vandaag iets extra's, want het is natuurlijk bijna kerst. Dus Alwin moet niet alleen een outfit voor mij uitkiezen die bij me past, maar het liefst ook een beetje een kersttwist daaraan. Okay. En dat ga ik ook voor jou doen. Dus een soort van meer glamorous of zo. Ja, of gewoon een beetje foute kerstdrui. Ja, maar dan moeten ze die wel hebben, boy. Ja. 3, 2, 1, go! Okay. Ik heb eigenlijk helemaal geen plan. Oké, kwartier, hè? Nou, de herenafdeling is volgens mij echt heel klein. Ik denk alleen deze drie rekken. Dus het wordt een uitdaging. Maar ik ga eerst bij de overhemden kijken, want dat past bij Alwin. En misschien vind ik ook wel iets wat een beetje kerstachtig, feestachtig is. Dit is wel leuk, maar het is heel kort. Ik zat even te denken om iets heel ordinairs te doen, maar ik ben daar toch op teruggekomen. Ik denk van, ik zie niks ordinairs. Dus kan ik maar beter iets anders doen. Maar dan moet het wel een beetje bij elkaar passen. Zo heel oma-achtig, hè, dit. Het is niet echt, lijkt me geen goed idee. Oh, dit gaat denk ik echt mijn moeilijkste keer ooit worden. En voor een man, en met een kersttwist, waarom heb ik dat gedaan? En een kleine mannenafdeling. Ja, dit vind ik leuk, maar dit lijkt precies op wat hij nu aanneemt. Maar dit is wel leuk, ik neem deze toch even mee. Oh, dit vind ik leuk. Kijk nou, het is sowieso geel, maar dit is echt iets voor mij. Ik ga deze trui meenemen hoor. Het is misschien niet per se gelijk al in stijl, maar het zou hem wel heel leuk staan. Ik weet het niet. Ja, ik hou hem er toch wel even. Maar ik doe deze misschien ook, want dit vind ik toch wel een beetje kerstachtig. Alleen dit zie ik Bonnie niet zo snel aan doen ofzo. Maar het heeft wel iets. Ja, ik doe hem er. Kan dit? Ik vind dat het kan. Ik weet niet of het wel een mannenafdeling is, maar ja, een t-shirt zoals dit kan voor een man en een vrouw. Dit is trouwens ook best leuk voor Alwin. Al weet ik totaal niet wat hij van de kleur paars vindt en of dat wel bij zijn haarkleur staat. Ja, die ding. Ze hebben helemaal geen kerstdingen trouwens. Kijk, stel ik heb gewoon een beetje een zwarte nette broek, dan is dat wel kerstachtig, toch? Misschien deze.
Is het toch niet echt iets voor Alwin, of wel? Dit is wel kerst, hè? Is een beetje groot, maar... Dit wordt echt een raar kostuum, man. Hier zie ik trouwens Bonnie Cerise wel inlopen. Deze vind ik wel leuk. Misschien doe ik even die jasjes weg, want dit is wel cool, denk ik. Dit is misschien iets te... Ik blijf wel bij deze, denk ik. Hij is wel heel doorschijnend. Nou goed, boeien. Dat is haar probleem. Dit wordt het. Maar dan moet ik alleen nog een boek even en schoenen erbij vinden. Ik doe hem even zelf aan, anders kan ik hem niet meenemen. Op zich vind ik dit best wel leuk, maar niet heel Alwin-achtig. Misschien dat ik nog coole gimpel of zo kan vinden. Of mocht ik dan toch voor dat paarse shirt gaan? Nee. En dit roze ga ik ook terug aan. Ah, chill, 40. Oké, chill, dit wordt het. Ik kan hem zelf ook wel hebben. Een rok denk ik dat ik ervoor ga. Ik ga nu naar schoenen kijken. Maar omdat Alwin maat 40 heeft, kan ik bij de mannen en vrouwen schoenen kijken. Dus dat is wel fijn. Zou je zich niet in een 39 kunnen proppen? Ja, ik ga dit gewoon doen. Ik vind dit echt leuk voor Alwin. En het staat ook leuk bij de outfit. Ik snap alleen niet waar de mannenjas is. Oh, ik denk hier. Hé, dit lijkt een beetje op de jas van de vader van Alwin. Jammer dat we het niet met hem doen dit. Zou ze dit passen? Misschien is dat wel leuk, omdat het een beetje een soort van casual. Maar dan ook... Ja, weet ik veel, klem of zo. Schoenen heb ik ook al. Oh, dan moet ik er iets kijken. Maar dit is toch wel kerstig. Dit is net alsof ik een polbeer heb gesloopt en daar een jas van heb gemaakt. Oeh, misschien ga ik zo'n jack doen. Ja! Oh, nu ben ik weer helemaal tevreden. Kijk, als ik dit nog erover doe, dan is het gewoon vrolijk wat Alwin zei. Het is alleen echt niet kerstachtig dit. Ik ga trouwens even naar de kerstafdeling. Misschien zie ik daar wel iets wat we als een soort accessoire kunnen gebruiken. Dan scoor ik toch nog kerstpunten. Nou, dit vind ik een leuke herfstkrant. Die ga ik even onthouden. Yeah. Kijk. Ja, dit wordt hem. Zag of ordinair dit erbij zo. Ik weet niet of ze dit zou gaan dragen. Ik denk het niet. Deze jas denk ik trouwens serieus wel. We gaan het zien. Ja, ik denk eigenlijk dat ik voor het eerst in de geschiedenis van Kringloopkwartier echt ruim op tijd klaar ben. Want nou, ik ga hier nog één keer kijken wat ik nou heb. Nou, we zijn allebei klaar. Hoe is het bij jou gegaan? Moeilijker als gedacht. Oké. Maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ben jou ook heel. Succes! Alsjeblieft. Staat je? Nou, jou ook. Nou, kijk, ik vind dit echt een beetje too much. Ja, wel een beetje. Hè? Maar ook dat sjaaltje en dat blouseje. Ja, dat is wel heftig. Het is echt zo netjes. En dan... Een soort van ja, maar alsof ik in de tuin ga werken. Nou. En dan alsof ik naar een rave party ga. En dan ga ik weer naar kerst. Nou ja, ik ben een soort prostituee van 89. Nou, ik vind dat Alwin het best goed gedaan heeft. Het is niet iets wat ik zelf zou dragen. De jas wel. De jas vind ik echt heel tof. Dat vind ik ook het leukste aan de outfit. Nou, dat sjaaltje en dat blouseje. Dat, ja... Daar vind ik mezelf gewoon een beetje te jong voor of zo. Dat is gewoon niks voor mij. Maar ik vind het wel heel kerstachtig. Dus dat vind ik er wel goed aan. Het rokje vind ik eigenlijk heel erg leuk. Het past ook mooi. Ik heb normaal niet echt zoiets, maar ik vind het wel tof. En die schoenen, ja, dat vind ik echt niks. En het tasje trouwens ook niet. Dus ja, het is een beetje wisselend. Maar ik vind op zich ook qua maten en zo dat hij best wel oké gedaan is. Nou ja, ik vind op zich, dat is niet mijn ding. Ik denk dat de All-Stars die ik aan heb, of tenminste het zijn geen All-Stars, nep All-Stars, zijn de enige dingen die ik zelf zou kopen. Voor de rest, het jasje vind ik wel leuk, alleen vind ik wel iets te veel ski.
Dit vind ik net alsof ik in de tuin ga werken. Hallo, het is leuk hoor. En de broek, de broek zou ik ook nog aan kunnen doen. De broek is wel lekker netjes. Oh, en de muts. Nou, dat zou ik gewoon sowieso niet doen. Wow. Goed gedaan, Bon. Dank jij ook. Dit zijn dus onze outfits. En we zijn ook super benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus er komt nu een poll in beeld. En je kan stemmen wie je vindt dat het beste gedaan heeft. Alwin en ik hebben ook een heel leuk kaartje. Leuk, hè? Hartstikke leuk. Ik wist het niet, maar een heel leuk kaartje. Dus echt ja, zo. Heel mooi. Alwin gaat straks ook iets opschrijven. Ja. En ik ook, want een van jullie krijgt het kaartje. En wat je moet doen om die te winnen is even abonneren. En de video liken. En hieronder een reactie achterlaten. Bijvoorbeeld ja, wat je nou precies van de outfits vond. Of dat je ook wel eens in de kringloopwinkel komt. Dat soort dingen. En Alwin heeft natuurlijk ook een YouTube kanaal. Vet zeker, gezellig. Zeker. En daar is gisteren iets heel leuks op gekomen. Ja, want we hebben een Smaak het XL opgenomen met Bonnie. En met Saskia erbij. En die kan je nu ook checken. Ja, dus, die staat hieronder gelinkt. Dus daar kan je nu gelijk naar doorklikken. Thanks voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei.